Ik kom al direct in contact met een technieker, die je waarschijnlijk gaat uitleggen hoe dat je gitaar in elkaar steekt. Maar je zijn muzikant weet al, je weet hoe dat je gitaar in elkaar zit. Ik ben Anne-Sophie. Ik werk sinds januari voor Girls Go Boom officieel. Als mijn hoofdjob ben ik eigenlijk 3D-artist. Um, ik heb net een productie van een animatieserie afgerond bij Creative Conspiracy in Gent. Um, en ik ben net ook mijn eigen productieplatform begonnen. Table Reads, waarin ik eigenlijk vraag aan mijn vrienden om mijn scripts, mijn screenplays voor te lezen. En ja, dat zijn we dus nu wel uh, aan het in elkaar steken. Ik ben dat begonnen omdat ik zag dat er heel veel perspectieven in de Vlaamse media ontbraken. En dat ik zoiets had van: oké, okay, ik wil daar iets mee doen, ik wil dat veranderen. Ik heb eigenlijk uh, rolmodellen nodig. In mijn leven en die waren er niet toen ik jong was. En dus heb ik zoiets van, oké, okay, dan doe ik het zelf maar, dan word ik mijn eigen rolmodel. Um, en ik wil ook andere mensen inspireren om dat ook te doen. En ik denk dat dat wel lukt, om ervoor te zorgen dat we allemaal samen werken naar een betere wereld. Gods is ontstaan uit het idee van er zijn te weinig vrouwen op het podium in alternatieve muziek. Um, en Lindsay en Juliana, de originele oprichters van Koolsgebouw, wilden daar iets aan doen. Dus dat was eigenlijk een schoolopdracht waar ze mee begonnen zijn. En dan hebben ze effectief een event georganiseerd, um, door meisjes, voor meisjes. We zijn begonnen met concerten te organiseren, dus dat is heel lang onze hoofdprioriteit geweest. Maar nu hebben we dat een beetje veranderd, omdat we gemerkt hebben dat we eigenlijk moeten beginnen bij het begin en dat we de jongeren. Um, moeten ondersteunen en hun die instrumenten moeten geven en eigenlijk hun die stem moeten laten vinden en dat we dan in de toekomst die op een podium kunnen zetten want daar begint het al het feit dat zij geen muziek aan het maken zijn um, dus we hebben een workshop reeks waarin dat ze beginnen met een instrumentencarousel waar dat ze een instrument kunnen kiezen dus dan kiezen ze ofwel gitaar of drum of bas of zang en dan doen ze een reeks en dan achteraf komen ze terug samen en dan kunnen ze een band starten en dan Leren we ze eigenlijk hoe richt je een band op? Hoe doe je daar marketing rond? Hoe zorg je ervoor dat je op de juiste kanalen komt? Hoe breng je een plaatje uit? Als jong meisje zie je niet veel mensen, niet veel vrouwen met een gitaar. Dus ze gaat niet nadenken over misschien kan ik ook gitaar gaan spelen. Dus Iets heel simpel, maar als je geen superhelden ziet die vrouwen zijn, dan denk je ook niet dat je een superheld bent. Mannen hebben dat wel. Die hebben dus ook meer zelfvertrouwen, omdat die zichzelf continu in heel diverse rollen zien. Dus die denken ook dat die heel diverse dingen kunnen doen. En vrouwen worden heel hard in één kadertje geduwd. Um, en het zijn altijd dezelfde dingen die ze zien. Dus als je rolmodellen hebt die meer gevarieerd zijn, die meer dingen doen, of wat dat dan nu is in muziek of in andere... Delen van de cultuur of whatever. Door ik was heb ik superveel meer zelfvertrouwen gekregen. Ik denk als je mij nu vergelijkt met wie dat ik was vijf, zes jaar geleden, dat is echt een wereld van verschil. Um, ik heb heel veel geleerd over hoe dat ik zelf dingen kan organiseren, hoe dat ik zelf dingen kan doen. Want ons motto is do it yourself. Eh? Dus dat is een, een ding dat we heel hard doorgeven, maar ook dat we onszelf leren. Um, het belangrijkste aan Gods Geboom en het mooiste eigenlijk vind ik onze community dat we gecreëerd hebben. En het feit dat wij elkaar altijd ondersteunen en dat we elkaars grootste uh, fangirls en hypevrouwen zijn. Dat is echt super nice, want je weet dat je altijd iemand hebt die je steunt en die, die enthousiast gaat zijn over je idee. Dat heeft mij heel hard geholpen om te zorgen dat ik gevonden heb wie dat ik ben. En Um, dat is een heel mooi cadeau, want heel veel mensen weten niet wie dat ze zijn. En, en ik weet dat wel. En ik weet wat ik wil doen en ik weet dat, dat mijn passies zijn. En moest er niet geweest zijn, dan hangt ik dat niet zo geweest en ik nu niet het zelfvertrouwen gehad hebben om een productieplatform op te starten. En gewoon zoiets hebben van dat is een probleem. Ik zie dat. Ik ga daar iets aan doen. Do it yourself, do it gewoon.